Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag geen vlog, maar een make-up look. Dat is al heel lang geleden. Ik zat dit weekend eigenlijk alleen maar thuis, in thuisquarantaine, omdat ik mij moest laten testen. En toen dacht ik, dan kan ik wel gaan filmen, maar eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Dus ik dacht, ik ga weer eens een make-up video maken. Dat is mega lang geleden en dat is natuurlijk altijd een van mijn passies geweest. Dus ik dacht, ik ga weer eens mijn dagelijkse make-up routine filmen. Dus nou ja, hoe ik deze look maak die nou ja, praktisch elke dag draag. Dus als je het leuk vindt om te zien, blijf dan vooral even kijken. De basis van dagcreme, oogcreme, dat soort dingen, serum heb ik al gedaan. En ik heb ook al mijn basis gelegd. Namelijk de Bare Minerals Complexion Rescue. En ik heb de kleur 05 Natural. Alleen die is nu te licht voor mij, want ze zijn net terug van vakantie. Dus dan gebruik ik de Honey Bronze Drops of Sun van de Body Shop. En dit is eigenlijk een, dit is gewoon bruin spul. Wat je, door je foundation kan mengen. Ik weet niet of het daar specifiek voor bedoeld is, volgens mij niet eens. Maar je kan je daarmee gewoon een beetje bronzen. Volgens mij kan je het ook gewoon door je dagcreme en zo heen doen. Maar ik gebruik het eigenlijk om mijn foundation of tinted moisturizer of whatever een beetje donkerder te maken als mijn huid donkerder is dan wat de kleur eigenlijk is. En deze is helemaal niet dekkend. Dit is echt een lichte tot medium dekkend. Je kunt hem een beetje opbouwen, maar dit is eigenlijk meer een soort van, een soort klein filtertje eroverheen, maar niet een hele heftige foundation. Als mijn huid wat slechter is of ik heb een dag dat ik bijvoorbeeld wat meer foundation op wil, dan gebruik ik heel graag de Dior Backstage Foundation. Maar ik heb een aantal favorieten, maar dit is er wel één van. Mocht jullie het trouwens leuk vinden om weer eens een favoriete of zo te zien, een favoriete video, laat me vooral weten. Maar goed, dat heb ik dus al op mijn hoofd. En dan gaan we nu beginnen. Maar dan doe ik eventjes mijn haar een beetje uit de weg. Dat werkt makkelijker. En dan begin ik eigenlijk altijd met concealer. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen maand geen concealer heb gebruikt voor oneffenheden. Maar je zal net zien, op de dag dat ik ga filmen heb ik hier wat. Dus daar beginnen we mee. En zoals altijd gebruik ik daarvoor de Estée Lauder Double Wear Concealer. En ik heb de kleur 2C Light Medium. Dan onder mijn ogen gebruik ik eigenlijk altijd de Bourjois Radiance Reveal Concealer. En ik heb de kleur 01 Ivory. Gewoon de lichtste die er volgens mij is. Ik vind dit een hele fijne concealer. Ik heb een super droge huid. En wat je natuurlijk vaak ziet bij concealers voor onder je ogen is dat ze droog kunnen zijn. En dat is wat je bij mij niet moet doen, want dan krijg ik echt zo'n krakelé gezicht. Dan wissel ik een beetje hoe ik ga beginnen, maar meestal wenkbrauwen. Ik gebruik altijd het NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil. En ik heb de kleur taupe. Ik ga er nu niet heel veel speciaals mee doen. Ik zet een lijntje eronder. En dan zet ik wat streepjes. En dan zet ik een lijntje erboven. Maar allemaal heel mild. Maar zeg maar het verschil is aanwezig. Sinds we natuurlijk vooral thuis zijn, maak ik ook niet al te veel werk voor mijn make-up. Maar ik vind het wel lekker om het te doen. Dus ik vind het heel ontspannen altijd om op te maken. Mijn nieuwste liefde is, die heb je ook al in mijn vlog voorbij zien komen, de Huda Beauty Tantour. En daar heb ik de kleur Light van. Volgens mij de ene lichtste kleur. En dat is een cream to powder bronzer. En dat vind ik echt fantastisch tegenwoordig. Hij is volgens mij ook waterproof. Dus ik deed hem ook op vakantie zeg maar naar het zwembad op. Ik gebruik hiervoor de Real Techniques Sculpting Brush. En het is gewoon een heel natuurlijk effect. Maar zeker, ik weet niet of ik hem in de winter zou gaan gebruiken. Maar zeker in de zomer. Ik vind hem echt super. Dat heeft niet zeg maar het poederige van bronzer. Maar wel hetzelfde effect. En dan doe je eigenlijk altijd de 3 zeg maar. Of de E, het is maar hoe je het ziet. Dan krul ik mijn wimpers met, zoals altijd, de HEMA wimperkruller.
qua oogmake-up, dat is eigenlijk waar ik het meeste mee varieer. Maar het paletje wat ik de laatste tijd het meest gebruik is het Dior Backstage Eye Palette in 002 Cool Neutrals. Daar zit ook een primer bij in. Nou, die gebruik ik soms. En de kleuren die ik het meest gebruik, ja, dat zie je denk ik wel. Dat zijn deze en deze en deze. En die en die. Eigenlijk alles behalve deze twee. Deze twee gebruik ik echt meer voor een avondlook. Voor de sfeer begin ik vandaag wel met de primer. En dan pak ik mijn MAC 217, de blending brush. Ja, ik moet hem een keer wassen. En dan gebruik ik deze kleur, een beetje taupe-achtige kleur. Met een klein beetje lila erin. En die doe ik in mijn arcadeboog. En deze stap sla ik ook wel eens over. Soms doe ik alleen mascara. Of doe ik dit gewoon over mijn hele bewegend ooglid. Visite. Dan pak ik mijn Morphe. En het nummer is er een beetje af. Maar ik denk dat er staat... Ja, wat zullen we maken? Het eindigt op 2-2. Maar verder is het lastig te ontcijferen. En dan ga ik een beetje in die beetje gouden kleur. En die doe ik over mijn bewegende ooglid. Dan pak ik een kwastje van Sephora. Dat is een heel oud smudge kwastje. En daarmee ga ik toch, omdat het kan, een klein beetje in die donker. Maar dat doe ik echt super licht. En dat doe ik dan een heel klein beetje langs mijn bovenste wimperrand. En ook een klein beetje langs mijn onderste wimperrand. En dan is het tijd voor mascara. Daar kan ik echt niet zonder. Ik wissel een beetje qua mascara. Maar ik doe eigenlijk altijd eerst een gewone mascara. En dan een waterproof mascara. En die waterproof is om te voorkomen dat ik hier helemaal mascara. Ik heb vrij lange wimpers. Ik gebruik nu de Essence Lash Princess. De mintgroene. Dit is de False Lash Effect mascara. En dan doe ik daar overheen een laagje van de Maybelline Waterproof. En dit is de Lash Sensational. Hij wil niet op iets anders scherp stellen dan op mijn gezicht. Ik zal natuurlijk alle producten even hieronder linken. Dan bronzer. De Body Shop Honey Bronze in 03 Medium Matte. Omdat ik natuurlijk al die andere bronzer heb gebruikt, doe ik hier niet zoveel van. Maar dit is gewoon een soort, deze gebruik ik echt al jaren. En ook qua blush wissel ik veel, maar heb ik eigenlijk altijd, zeg maar, blush en oogschaduw zijn de dingen waarmee ik het meeste wissel. Gewoon waar ik zin in heb die dag, of dat ik iets koelers aan heb of iets warmers qua tint, of nou ja, goed. Maar mijn all-time favorite is toch wel, of een van mijn all-time favorites, is de Be Creative Makeup in de kleur 03 Precious. Zeg maar eigenlijk alle beetje persikroze kleurtjes ben ik fan van. Bijvoorbeeld de Milani Baked Blush in Luminoso is ook zo'n gouden oude die ik graag gebruik. En deze blush is gewoon mat. Dus dan vind ik het wel leuk om een klein beetje glans te doen. En daarvoor gebruik ik dit Luminous Glow palet van Catrice. Dit schijnt een dupe te zijn van volgens mij een Hourglass paletje. En dan gebruik ik de lichtste kleur. En dat doe ik echt heel licht een beetje op mijn jukbenen, cupids boogje, neus. En dan wenkbrauwgel. Dit is de NYX Control Freak. Ik heb niet zo'n hele sterke voorkeur in wenkbrauwgellen. Ik ben ook wel heel erg van de glycerinezeep als wenkbrauwgel. Maar goed, ik doe nu even deze. En die glycerinezeep moet je vooral niet op je wenkbrauwen smeren als je de regen in gaat. Dat is niet fijn. Kan ik u vertellen. En dan als finishing touch. Ik doe eigenlijk nooit iets op mijn lippen. Ik vind ze prima zo. Heel soms in een feestelijke bui, maar in principe niet. Dus ik eindig dan nu met de Ethos Long Lasting Makeup Fixing Spray. En dan doe ik eventjes een blending brush. Ja, deze komt uit China, dacht ik. Japan, volgens mij. Dat heb ik van mijn ouders gekregen.
super fijne. Maar goed, die is niet ergens te koop, denk ik. Zou ik niet weten hoe het merk heet. Maar de Real Techniques of zo kan natuurlijk ook prima. En dat is mijn dagelijkse make-up look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Willen jullie meer van dit soort video's of meer met mode of zo? Laat me vooral weten, want ik ben een beetje aan het nadenken erover. Dus laat me weten wat jullie leuk zouden vinden. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!